Hij doet het, die crunch. Ik overleef het net. Oh my gosh. Yo, Nintendo fans. Vandaag is de dag dat we eindelijk naar bier moeten gaan. Maar ik denk dat ik dat nog niet moet doen. Bier heeft namelijk Pokémon van level 34 tot 36. En dit is mijn team. Hier ga ik het nog niet mee winnen. Maar toen dacht ik, ik kan natuurlijk wel alvast hier naar dit bos gaan. En hier misschien een ghost of een fairy type vangen. Die super effective is tegen de Pokémon van Bee. Want hier mogen we natuurlijk weer de eerste Pokémon gaan vangen. Die we gaan tegenkomen in deze Nuzlocke Challenge. Doe even een blauw duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren als je dit een goed plan vindt, jongens. Oh, wacht even. Ik zie wel Team Yell daar staan. Kan ik überhaupt hier dan nu een Pokémon vangen? Kan ik hier deze Pokémon vangen? Laat me deze Pokémon vangen. Ja, kom maar. Kom maar, kom maar. Ja, lekker. Kijk, we kunnen Impidimpi vangen. Ik weet dat die Impidimp heet. Maar Impidimpi klinkt veel leuker. Metal Claw en Iron Head zullen super effective zijn. En dat wil ik niet, want ik wil hem niet kapot maken. Hij gaat voor Sucker Punch. Helemaal prima. Wij gaan voor PD. En dan gaan we Impidimpi zo eens even proberen te vangen, jongens. Zal ik hem in een hielbal vangen? Zo'n lelijke Pokémon in zo'n schattige bal. Dat zou super grappig zijn. Oh, oké. Okay. Impidimpi die denkt er even anders over. Nou, probeer het gewoon nog een keer. We gaan gewoon nog een keer een hielbal gooien. En nu luister je maar gewoon. Kom maar joh, Impidimpi. Lekker man. Hey. Nice. Nou, voor wie gaan we die dan nu in het team doen, hè? Die moet sowieso in het team voor een Pokémon waar we straks niks aan hebben tijdens de gym. Dat is dus Persicker, Beware. Ja, en Heliolisk en Diggersby zijn ook allebei normal types. Kijk, weet je wat het is? Beware is wel echt supergoed. Maar ook in de volgende gym hebben we nog niks aan Beware. Dus ik denk dat Beware uiteindelijk toch weg moet, jongens. No! Beware, oh nee. Weet je wat? Beware is gewoon een goede backup Pokémon. Als er iemand doodgaat, dan hebben we gewoon Beware als backup. Dat is super nice. Ik weet dat jullie Beware heel vet vinden, maar ik heb er eigenlijk nog zo weinig aan gehad tijdens deze Nuzlocke. En ik ga er ook gewoon weinig aan hebben tijdens deze Nuzlocke. Sowieso in de volgende twee gyms heb ik er helemaal niks aan. Ja, ik weet het niet zo goed. Het is altijd een moeilijke keus wie je dan uit je team doet, hè. Maar ik denk echt dat wij Grimmsnarl, de evolutie van Impidimp, echt nodig gaan hebben. Dus die wil ik sowieso in het team doen. En die wil ik sowieso nu even evalueren. Dus we moeten even gaan trainen, jongens. Thwacky naar level 34. Heliolisk naar level 32. Berserker naar 31. Slowpoke naar 32. Thwacky naar level 35. En jullie weten wat dat betekent. Ja, 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 ja. Daar gaat hij. Thwacky wordt een Rillaboom. Hell yeah. En ik ben er blij mee hoor, want dit is nu wel een lekkere backup Pokémon strakjes voor die gym van Bee. Kijk hem, Rillaboom. En die heeft een nieuw aanvaltje geleerd. Drum beating. Ja, dat gaat die Silly Cobra never nooit overleven. Bap, 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 bap. Sorry, Silly Cobra. Sorry. Ik probeer je nu eigenlijk gewoon de hele tijd te vechten tegen Duck Trio's. Want die leveren best wel veel XP op. En zijn eigenlijk heel makkelijk te verslaan voor Rillaboom. Dus dit is gewoon easy XP. Zonder het risico dat er een Pokémon down gaat. En dat is af en toe wel wat je moet doen tijdens een Nuzlocke Challenge, jongens. Als je niet wil dat het fout gaat, tenminste. Eventjes op safe spelen. En eventjes gewoon. Barapadaparapapapap. Duck Trio's slopen. Kijk even hoeveel XP dat oplevert. Diggersby naar 33. Impidimpi naar 32. Hey, ja, ja. En kijk eens, Impidimpi gaat ook gelijk evolueren naar, ja, een hele lelijke Pokémon. Maar een Pokémon die we goed zouden kunnen gebruiken. Morgrum. Kijk, dit is al iets, hè. Hij gaat pas op level 42. Ja, op 42 gaat hij pas verder. Ja, een fighting is wel super effective tegen Dark-type Pokémon, maar niet tegen Fairy Pokémon. Dus dat zorgt ervoor dat hij gewoon een redelijke goede defense heeft tegen Fighting-type Pokémon. Dat is wel een ding dat Morgrum nog geen één Fairy-type move kent. Oké, ik moet even verder trainen, jongens. Ik moet even zorgen dat Morgrum wat Fairy-type moves gaat leren. Heliolisk gaat naar level 33. Oké, guys, ik denk dat ik er klaar voor ben. Dit zijn nu de levels van mijn Pokémon. Slowpoke wil nu Psychic leren. Het is wel een special attack. En de special attack is echt een stuk lager eigenlijk dan de physical attack. Maar ik heb vooral gemerkt dat ik helemaal niks heb aan Surf. Dus laat ik Surf weghalen en dan Psychic leren. Oké, we hebben dus eigenlijk alleen Slowpoke met super effective moves. Rillaboom, die gaat het ook wel goed doen in deze gym. Aan Heliolisk, Persicker en Diggersby hebben we heel weinig.
En misschien dat Morgrem nog iets kan doen. Maar Morgrem kent nog helemaal geen fairy attacks. Dus dat is wel echt een beetje jammer. De eerste leert hij ook echt pas op level 46. Maar na de volgende gym, na de gym van Opal, krijgen we sowieso een goede fairy type move. Dus dan hebben we veel aan die Pokémon. Ja, sorry jongens. Ik kon gewoon niet zo heel veel met Beware. Misschien dat het nog gaat komen. Misschien ook niet. En we zijn in de gym van Boo. Misschien is dit wel samen met de fairy type gym de engste gym in deze game. Alhoewel, die van Ryan moet ook nog komen natuurlijk. Dat is ook wel echt heel lastig. Maar daarvoor wil ik dus Grimmsnarl hebben. Zodat we straks ook goed zijn tegen Ryan. Oké. Battle nummer 1. Daar gaan we Slowpoke. Stuffle tegen Slowpoke. Kijk, dit is dus zo nare. Hij kent dus takedown. Kom op, gooi een headbutje erop. En doe een pijn. Ja, lekker. Ja, dit gaat dus misschien al pijnlijk worden, hè? En Beware. Ik weet dus echt niet of ik dit durf. Beware gaat voor strength. Dat is op zich prima, want mijn defense is wel in orde. Maar kijk hoeveel damage ze toch doen, hè? Dit is echt niet leuk hoeveel damage deze gasten doen. En ook is Beware gewoon sneller dan mijn Slowpoke. Ik weet het niet met Slowpoke, jongens. De volgende move, een brutal swing. Maar nu is het klaar. Hij heeft zijn aanval gemist. Wij hebben onze aanval die we raken. Ja, Oké, misschien hebben jullie toch gelijk, jongens. Dat Beware toch wel een goede Pokémon is. Kijk hoeveel moeite Slowpoke nu al heeft. Misschien was Slowpoke gewoon een hele goede Pokémon voor het begin van de game. Maar is dat die nu niet meer? Kijk, het nadeel is dat veel fighting Pokémon ook een Dark-type Pokémon zijn. En Dark is weer super effective op Psychic. Wat dat betreft zou ik mijn Slowpoke dus moeten evalueren. Zodat hij ook een poison type is. Zodat het niet meer super effective is. Het is lastig allemaal. En ik denk dat deze Farfetch ook lastig gaat zijn. Ik wil Farfetch laten slapen. Kijk, daar gaat hij alweer met Brutal Swing. Oh nee. Laat hem slapen. Oké, hij beschermt zichzelf. Dus ik kan hem niet raken. Maar als het goed is valt hij nu wel in slaap. Kijk, dan kan ik nu gewoon Psychic eens even gaan testen. Let's go. Kijk, die doet best wel veel damage toch? Oké. Maar waarom heb ik zo'n voorgevoel dat we Slowpoke gaan verliezen? Het voelt gewoon niet goed, jongens. Ik weet niet wat het is. Ik heb een naar gevoel over deze battle. Hitmonlee. Ja, en dan heeft hij zeker ook nog een Hitmonchan. Wedden? Ik ben wel sneller dan Hitmonlee. Oké, nice. Hij gaat voor revenge. Oké, gelukkig. Dat valt mee. Ik ben altijd bang voor die move revenge. Omdat het dan normaal gesproken double damage doet. Maar ik heb nu dus gekozen voor een non-physical attack. Dus misschien dat dat de reden is dat revenge niet zo heel veel pijn deed. Morgrem gaat naar leveltje 36. Ja, en dan nu tegen Hitmonchan. Hitmonchan is wel sneller dan Hitmonlee. Die doet een bullet punch. Dat doet niet zo heel veel pijn. Ik ga voor Psychic. Lekker. En ja, dat allebei nog een keer. Pakken! Nog even wat XP. Zo net voor het einde. En daarmee groeit Slowpoke naar level 37. Dat is wel chill. Even een potion erop. En gaan. Oh nee, oh nee, oh nee. We gaan naar B. Ik heb gewoon al een keer verloren van Bee zonder Nuzlocke Challenge, hè. Kan je nagaan. Slowpoke en Rillaboom zijn de Pokémon die het moeten gaan doen. In dit oranje stadion waar het allemaal moet gaan gebeuren. Hé, ik zag daar trouwens een plaatje van Morgrem op de achtergrond. Is dat een voorteken? Hallo Bee, ik heb getraind. Ik heb keihard getraind. Ik weet dat jij ook altijd traint. Ik heb nu ook keihard getraind om jou te gaan verslaan, Bee. Ik vind dit spannend, jongens. Bee begint met een Hitmontop. Ik ga voor Psychic, jongens. Ik moet voor Psychic gaan. Ik wil niet te veel focussen op de physical attacks. Want ik denk dat zij ook Pokémon heeft met een goede physical defense. Nu gaat Hitmontop dus voor revenge. Dat doet niet zo heel veel damage. Dan ga ik nu voor Zen Headbutt. Om het af te maken. Beam! Oké. Pokémon 1. Hitmontop is weg. Ha! Lekker! Goed gedaan, Slowpoke. Rillaboom gaat naar level 41. Diggersby naar level 37. En nu krijgen we te maken met een Pangoro. En Pangoro kent Dark-type moves. Dus dit is het moment om te switchen. En laat ik dan gewoon switchen naar Rillaboom, jongens. Let's go. Ik heb mijn Rillaboom wel echt heel erg getraind. Mijn Rillaboom is op dit moment 7 levels hoger dan Pangoro. Ja, dit was nodig, jongens. Anders zouden we deze gym nooit gaan overleven. Geloof mij. Pangoro is al bijna down. Oh, Pangoro gaat zichzelf boosten. Maar ik ben sneller. Dus dit is lekker. Oké, B. Oké, daar gaat je Pangoro. Let's go. Oké. De tweede is down. Berserker groeit naar level 36. En nu, Surfetched. Misschien moet ik het gewoon even bij Rillaboom houden, jongens. Dat ging best wel lekker eigenlijk. Drum beating! Dat is een nieuwe move die ik dus net heb geleerd. Oké. Oh, maar nu gaat hij voor revenge. Ja, kijk. En dan is gewoon de helft van mijn HP opeens weg, hè. Ik vind dit spannend worden, jongens.
Surfetch is in ieder geval down. En Heliolis gaat een leveltje omhoog. Maar nu, Machamp, wat gaan we doen? Oh nee, daar gaan we, Machamp. Ik ga maar gewoon Dynamaxen. Met Max Overgrowth, jongens. Oh, dan is het alleen te hopen dat ik één klap ga overleven. De Rillaboom die moet echt niet kapot gaan. Als de Rillaboom wel kapot gaat, hè. Nou, dat is deze Duxtalk Challenge echt verpest. Misschien dat ik hem gewoon eerst even wat lekkers moet geven. Gewoon een potion of zo. Daar komt hij, jongens. G-Max Machamp. Wat een baas, wat een baas. Oké, B. Wat ga je doen? Wat ga je doen tegen mijn gigantische aap? Hoppa. Oeh, dit ging wel hard. Ik geloof dat ik mijn Rillaboom iets te goed getraind heb of zo. Machamp gaat voor Max Strike. Overleef ik dit? Ik overleef dit. Nice. Speed is wel naar beneden. Ja, ik zou makkelijk nog een klap moeten kunnen overleven. Oh, maar ik ben gewoon sneller. Ik ben gewoon sneller. Ja, we hebben ons echt heel erg voorbereid voor deze battle met B. Ik was hier onwijs bang voor. Misschien heb ik mijn Rillaboom iets te ver doorgetraind, waardoor dit... Ja, waardoor dit best wel oké ging. Misschien iets te makkelijk. Ik denk dat Slowpoke het toch niet echt aan had gekund hoor, jongens. Ook al is hij nu al level 37. Maar we hebben hem binnen, jongens. We hebben de badge binnen. Dit zou de battle kunnen zijn waar ik het meest bang voor ben. Alhoewel, de volgende met Opal en die Togekiss. Oh, dat gaat ook nog een ding worden, hoor. In ieder geval hebben we de fighting badge binnen. Dat is lekker. En nu hoeven we voor de volgende gym in ieder geval niet te trainen. De levels zijn allemaal oké. Het is gelukt. We komen Sonja nog even tegen. En dan... Boom. Volgens mij moeten we nu tegen BD vechten. Maar dat gaan we doen in de volgende aflevering. Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren voor iedere dag nieuwe Nintendo video's. En als je dit vet vindt, dan kan je dit elke dag blijven volgen. Volg me op twitch.tv/wickedchew. En dan zie ik je daar of gewoon bij de volgende video. Mazzel!